Tom, hij heeft vandaag denk ik weer een uitstekende wedstrijd voor jou. Ja, zeker. Ik zat er lekker in. Ik voelde me ook goed persoonlijk, maar ik merkte op de eerste 10 minuten na dat we even aan het zoeken waren. En RKC kwam veel voor de goal met één goed afstandsschot. En daarna merkte je in het team dat we langzaam zelf aan het voetballen kwamen. En ik merkte dat ik daar een goede rol in kon spelen. Ja, hoe zie jij je rol binnen dit elftal? Want je hebt best wel wat verbindingspaasjes gespeeld, maar ook een paar keer echt iemand goed weggestoken. Ja, ik probeer me denk ik in het positiespel veel te focussen om wat eerder in het spel aan de bal te komen. En het spel naar voren toe te verzorgen. En op zich ging die afwisseling wel goed met de andere middenvelders. En ja, soms in de afwisseling, als Moreno iets meer terugzak, kan ik af en toe ook wat mee naar voren. En dan kan ik daar soms ook iets betekenen. En ik denk dat die afwisseling wel goed ging vandaag. Ben je dan een speler die liever de aanval zoekt? Of ben je iemand die ook een beetje wil stofzuigen daar op het middenveld? Ja, ik moet zeggen, hoe mensen mij kennen vanaf vroeger, ben ik niet per se die stofzuiger. Alleen, ik focus me sinds de laatste jaren wel meer op een controlerende positie. En dat hoort er ook bij. En ik merk wel door het spel te lezen dat ik ik die rol ook op me kan nemen. Dus dat wil ik ook zeker doen. Ja, je ziet wel dat je beter ontwikkeld bent in dat spel naar voren. Want ik denk dat je eerste verkeerde paas, en ze waren allemaal denk ik best wel moeilijk om te geven. Je eerste verkeerde paas in de 6e minuut pas kwam. Ja, klopt. Ik kan nog voor de geest halen. Want dat is dan ook iets wat me dan ook wel echt bijblijft in zo'n wedstrijd. Maar het zat er goed op wat ik dacht. En op een gegeven moment hadden we best veel controle in de wedstrijd. En veel beweging met lopende mensen, maar ook in de bal. En ik ben blij dat ik daar zo in mee kon spelen. En nou de Louis van Gaal vraag. Waren jullie nou zo goed of waren ze slecht? Nee, ja. Ik denk dat wij gewoon goed waren vandaag. RKC is een goede ploeg. Je hebt de tweede helft had het een stuk zwaarder. Hebben ze veel de bal gehad. En daar hadden we ook iets naar onszelf toe. Dat we ook gewoon moeten laten zien dat het... als je het even zwaar hebt of een tegenstander gewoon komt. Dat er dan één ding heel belangrijk is. En dat is dat het goed staat dicht. En ik denk dat wel is sowieso iets wat we al sinds de start aantonen. Dat het... verdedigen, dat we het goed dicht houden en dat geeft ook een goed gevoel. Is misschien iets wat je van vorig jaar een beetje mee doortrekt nu? Ja, zeker. In principe ook als je kijkt naar vorig jaar, dan was dat iets wat goed stond. Alleen bij zo'n nieuw seizoen, een nieuw begin, helemaal na de afgelopen periode, is het toch altijd even zoeken en aftasten van hoe gaat het staan, hoe staat het nu. En, wat dat betreft stond het verdedigen erg goed, denk ik. Zijn dat die paar wedstrijden die nu afgelast zijn, stoort dat nou wel dat je die niet in de been hebt? Ja, persoonlijk wel heel erg. ADO hadden we natuurlijk graag willen spelen. En je merkt gewoon dat dit vandaag gewoon echt een goede wedstrijd is voor ons. En wat dat betreft is het zonde dat we die vorige wedstrijden dan mislopen. Maar aan de andere kant, als ik kijk hoe we vandaag voor de dag komen, dan geeft het alsnog veel vertrouwen voor de start van de competitie. Ja, want we hebben gisteren nog een discussie gehad over better safe than sorry, of die wedstrijden wel spelen en goed kunnen beginnen aan de competitie. Wat vind jij het belangrijkste in dat opzicht? Ja, het is lastig, want kijk, als je voor de tweede keer afgelast wordt, dan gaan de emoties ook wel een beetje een rol spelen. Dus dan krijg je al wat sneller van jongens die zeggen van, we... Haal de jongens die positief testen eruit en we spelen hem gewoon. Maar het blijft een lastige situatie. We hebben het zelf niet in de hand. En we hebben geoefend onderling. En dat is iets anders dan normaal. Alleen wat ik zeg, als ik dan zie hoe we vandaag spelen, dan kunnen we er duidelijk goed mee omgaan. Oftewel Sparta oprollen en op naar de competitie. Ja, zeker. Sparta oprollen, ja. Is makkelijk gezegd maar gedaan. Ik bedoel, we moeten ook weer niet te hard van stapel lopen, maar... Kijk, één ding wat belangrijk is dat we zien dat het goed staat. En als we zo spelen, dan kunnen we ook Sparta zeker weerstand bieden. En we komen daar natuurlijk ook alleen om te winnen. Het is de voorbereiding, dus we willen daar goed voor de dag komen. En nog één goede wedstrijd neerzetten voordat we echt gaan beginnen. Succes. Ja, dankjewel.